Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Voor de mensen die mijn vorige video hadden gezien, mijn shop met mijn video waarin ik jullie meenam naar de stad. Ik deed toen een soort van pashokje shoplog en daarna liet ik mijn gekochte items zien. Maar in die video had ik gezegd dat ik heel graag weer naar de IKEA wilde. Vandaag is die dag. Ik ga straks lekker met de trein in mijn uppie naar de IKEA. Lekker vriendloos. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Ik heb gewoon even zin om wat spulletjes in te slaan. Normaal gesproken, als ik naar de IKEA ga, ga ik eerst gewoon een beetje in de showroom rondlopen. Maar dat ga ik vandaag overslaan. Want het is een beetje saai om in mijn uppie door de showroom te lopen. Ik had al een aantal dingetjes in mijn IKEA-app gezet. Waar is mijn telefoon nou weer? Ik raak dat ding altijd kwijt. Kijk, dit zijn de dingetjes die ik op de IKEA-app tegenkwam. Ik heb geen idee of ik dit allemaal ga halen, maar ik vond het wel interessant eruit zien. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ben benieuwd wat voor leuks ik kan scoren. Ja, laten we maar naar de IKEA gaan. Geweest. Man, wat is het warm in mijn kamer. Ik zweet hem helemaal. Maar ik ben aardig geslaagd bij de IKEA. Ik heb mijn opbergdozen. Daarvoor ging ik eigenlijk naar de IKEA. En naast dat heb ik ook nog wat andere dingetjes gehaald. In totaal was ik €47,26 kwijt. En volgens mij hebben ze één ding niet aangeslagen. Want ik heb namelijk deze opbergdozen gekocht en ik heb er 3 en ik zie op de bon dat ze maar 2 keer hebben aangeslagen, dus dat is mooi meegenomen. Oké, ik heb dus 3 maal deze opbergdozen. Ik heb ze, zoals je al hebt kunnen zien, in elkaar gezet. Ze zijn echt heel makkelijk in elkaar te zetten, gewoon een beetje vouwen en dan heb je hem. En deze waren €3,99 per stuk. Dit is de derde. Mocht je afvragen waar de derde was. En deze opbergdozen gaan bovenop mijn kast. Straks zul je zien wat er nu op mijn kast staat. Ik vind het gewoon veel mooier om deze daar neer te zetten. Dan heb ik 2 opbergmanden. Deze opbergmanden waren volgens mij €2,99 per stuk. En deze moet je ook nog in elkaar zetten. Of course, IKEA. Maar ik vind ze wel heel erg handig. Ze lijken me heel erg handig. Ik denk dat ik hier mijn ondergoed en sokken in ga doen. Ik heb nu 2 grote dozen waar mijn ondergoed en sokken in zitten. Maar ik kan dat gewoon niet netjes houden. Dus ik denk dat het veel handiger voor mij is om mijn meest gebruikte sokken slash ondergoed hierin te doen. Zodat ik niet alles altijd overhoop haal. Dan heb ik weer een opbergsysteem. En ik had er al zo 1 in mijn kamer staan. Maar diegene die ik heb is roze. Hij is niet lelijk. Ik vind hem hartstikke leuk. Maar met haar in mijn mond. Maar wat het nou zo is, ik heb niet zoveel roze in mijn kamer. Dus het leek me gewoon strakker om hem in het zwart te nemen. Hij is wel aan de saaie kant. Maar je zult straks zien waar ik dit neerzet en wat ik er precies in doe. En dit ding kostte €3,99. Ja, heerlijk, zo'n grote IKEA-tas. Dan hebben we dit glazen potje. En toevallig had ik dit al gespot op de IKEA site. En toen ik net bij de IKEA was, zag ik dat deze in de korting was. Dat was heel erg fijn. Het is eigenlijk een vaas. Een mini vaasje. Hij was €1,29. En ik dacht, misschien is dit wel leuk om hier ergens neer te zetten als het past. Niet helemaal. Oké. Qua kleur past hier wel bij. Misschien dat ik op mijn bureau neerzet. I don't know. Ik moet hier nog een plekje voor vinden. Maar ik vond hem leuk.
lekker abstract of zo. Dan zag ik bij de plantjes deze nep plantjes. En voorheen kocht ik wel eens echte plantjes, zoals echte cactussen. Maar ik merkte dat ik gewoon niet voor planten kon zorgen. Wat best wel slecht is. Dus vandaar dat ik nu alleen maar neppe plantjes in mijn kamer heb. Dan hoef je ze geen water te geven. En het blijft lang mooi. Wat ik wel chill vind, is echte bloemen in huis halen. Want ik weet niet, dat vind ik toch wel wat meer sfeer geven dan neppe bloemen. Oké, deze neppe planten. 3 stuks voor €3,99. En deze gaat ook ergens in mijn kamer. Ik heb nog geen idee waar. Misschien hier ergens. Weet je, ik zet ze gewoon even hier neer. Hartstikke schattig. Dan zag ik dit bij de keukenafdeling liggen. En ik kon het gewoon niet laten. Het zijn eetstokjes. Niet dat ik vaak met stokjes eet. Ik eet eigenlijk alleen maar met stokjes als ik sushi eet. En vaak krijg ik dan wel stokjes erbij. Maar het leek me gewoon leuk om dit in huis te hebben. En wie weet maak ik er nog wel flink gebruik van. Bijvoorbeeld als ik noedels ga eten. En ze waren ook niet zo duur. Ze waren €1,99. En dan heb je 4 paar stokjes. En hier bovenin hebben ze ook een leuk patroontje. Dat maakt het wel helemaal af. En dan heb ik nog 2 dingen. Als allereerst een laken. Ik zag dat de lakens in de sale waren. En dit laken is 240 bij 260 centimeter. Dat is veel groter dan mijn bed. Maar ik merk nu, omdat het zo erg... Oké. Ik zie een halfnaakte buurman. Hoi. Nou ja, een buurman in een blote barst. Oké, dat leidde me even af. Niet fijn om dat opeens te zien als je het filmen bent, maar oké. Over mijn laken. Oh ja, nu het zo warm is, vind ik het soms niet fijn om met dekbed te slapen, omdat het dan heel erg warm is. Vaak haal ik dan mijn dekbed uit mijn dekbedovertrek. En dan besef ik weer dat ik het koud heb en doe ik het er weer in. Wat niet zo handig is. En ik weet, ja, je kan ook je dekbed op je laken leggen. Maar dat vind ik gewoon niet chill. Dat is alweer mijn logica. Dus vandaar dat ik een los laken heb gekocht. Die ik gewoon bij mijn bed neer kan leggen. Of gewoon op mijn bed kan leggen. En deze erbij kan pakken. Zodra ik het gewoon veel te warm heb in de nacht. Want ik moet altijd met een deken slapen. Want anders voelt het niet fijn. Oké, dus een laken. En dit laken kostte €12,95. Gewoon lekker simpel wit. En dan heb ik nog een hoeslaken. Laatst had ik een hoeslaken gekocht bij de IKEA. En toen besefte ik me dat die te klein was. En volgens mij heb ik nu wel de goede maat. Ik ben weer zo dom geweest om van tevoren dat niet te checken. Maar volgens mij is het de goede. 180 bij 200 centimeter. Het moet wel. Het moet haast wel een goede zijn. En dit kostte €8,49. Volgens mij was deze ook in de korting. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik vind dat de prijzen nog best wel meevallen voor best wel veel spulletjes. Leuk vonden. Mocht je vaker interieur gerelateerde video's willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Misschien dat ik binnenkort weer een updated roomtour ga doen. Het is alweer een tijdje terug dat ik mijn kamer heb laten zien. Volgens mij was dat toen ik net hier kwam wonen. Mocht je die video nog niet hebben gezien, dan zal ik die video ook in de beschrijving zetten. Mocht je opruimvideo's willen zien of andere dingen die met mijn kamer te maken hebben, laat het gewoon weten. Wie weet maak ik daar een video over. Doe vooral een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Doei!